Hallo, we gaan vandaag vierhoek 5 tekenen. Je klikt op knop 5 en tekent 4 punten in het vlak. Nu gaan we die diagonalen tekenen van die vierhoek. Een diagonaal is een lijnstuk die twee overstaande hoekpunten verbindt. We klikken daarvoor op knop 3 en rollen die uit. We kiezen een lijnstuk tussen twee punten. Je klikt op hoekpunt A en verbindt die met hoekpunt C. Daarna klik je op hoekpunt B en verbindt die met hoekpunt D. We gaan nu het snijpunt van die diagonalen bepalen. Je kiest knop 2 en rolt dat uit. Je kiest snijpunt van twee objecten. Je gaat op het snijpunt van die twee diagonalen staan. En je moet maken dat de diagonalen iets dikker worden. Als ze allebei iets dikker zijn, dan klik je. Nu gaan we het proberen verplaatsen. Klik daarvoor op knop 1. Klaar.